Ja, dit is de nieuwsuitzending nummer 55. Maar dit wordt een hele zware uitzending. Ik zal heel zachtjes proberen te praten en niet uit mijn dak proberen te gaan. Want we gaan het hebben over Jezus en de samenzwering. En om maar bij het hekele punt te beginnen, de samenzwering. Mensen die praten over de samenzwering, die worden in het algemeen, of over het algemeen, afgedaan als idioten. En dan over Jezus, ja, dan moet je al helemaal niet aankomen bij de hedendaagse mens. Want die begint gelijk te kakelen. Jezus is dit, Jezus is dat. En dit gaat dus daadwerkelijk over Jezus en de samenzwering. En hoe dat in elkaar zit. En wat je moet doen. Dus dit loopt goed af. Het schrijven, dat is niet zo heel lang bekend. We hebben de boekdrukkunst gehad. Ik weet niet of ik daar in deze uitzending op terug hoef te komen. Maar voor die tijd konden we ook al schrijven. En het leuke van schrijven is dat je dan asynchroon kan communiceren. Het was echt heel erg ingewikkeld taalgebruik vlak achter elkaar. Maar communiceren, dat betekent zoiets als praten. Maar praten is synchroon communiceren. De uitzondering erop is de echo. Dus dan kan je iets zeggen. En dan iemand anders komt eventjes later langs en die hoort de echo. Maar dat is het bereik van het praten, dat moet synchroon zijn. Dus jij luistert nu naar mij, maar je luistert niet live naar mij. Ik neem dit op. Dat is een vorm van taal. Ik neem dit op met de QuickTime Player van Apple. Apple is de Apple Incorporated, die firma. Van die computer. En daarom kan jij dit later horen. En dat komt door de geschreven taal. Laat het even op je inzinken. Neem er even de tijd voor om te begrijpen wat ik net zei. Ja, dus ik had het over de synchrone communicatie die plaats zou kunnen vinden als jij nu naast mij zat, terwijl ik in deze microfoon spreek. En wat je dan hoort, dat kan je maar één keer horen. Wat ik in deze microfoon spreek en opneem, dat kan je net zo vaak afspelen als dat je wil. En dat heet taal. Het geschreven wordt. Dit wat ik nu spreek, wordt geschreven in een RAM-chip of zo. En zo dadelijk ga ik het uploaden naar ergens in de Ardennen. Ik weet niet waar die servers staan. Maar dan worden deze bits worden geschreven daar in de Ardennen. En dan kunnen jullie op je eigen moment luisteren naar mijn geschreven woord. Ingewikkeld dit, hè? Dat geschreven woord, dat is niet begonnen in de grotten van Lascaux. Dat waren tekeningen van herten en everzwijnen, weet ik wel wat er allemaal staat. Maar dat is geen geschreven woord. De hiërogliefen van Egypte,
neigt naar het geschreven woord. Echt wel. Je hebt het spijkerschrift. Maar in het oosten was er ook een geschreven woord. En in die tijd, en hebben we het over 2600 jaar geleden, minimaal, is daar geschreven een boek en het heet het Boek der Veranderingen. En wij kennen dat boek onder de naam I Ching. Het beschrijft 64 stadia van de verandering. Het is een oordeelloos boek en roept de lezer op om zich ethisch te gedragen. Dat vooral. Dus wat Christus later zou zeggen, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Hou een beetje rekening met je omgeving. Snap dat alles wat je wil, dat kan misschien wel niet. Misschien is dat wel gewoonweg onmogelijk. Dat jij hebt een eigen idee en je denkt, ik ga dit doen. Maar dat kan misschien wel helemaal niet. Dat is misschien wel gewoon Gods onmogelijk. En je mag het wel willen, dat is verder geen probleem. Maar pas op met je wil. Of zoals, dit is dus de I Ching, dat is dus minimaal 2600 jaar geleden. En dan heb je dus in het recente Engels heb je zo'n spreekwoord of gezegde. Het was de nieuwsgierigheid die de dood veroorzaakte van de kat. Het was de nieuwsgierigheid die de kat haar kop kostte. Nou, het feit dat ik weet dat de I Ching minimaal 2600 jaar geleden is opgeschreven, komt door een getuigenis van een Chinese moralist, een moraalfilosoof. Iets dat kenden wij pas. Bij ons kwam de moraalfilosofie in opgang in de 17e eeuw of zo. En die Chinezen waren ons dus een slag voor. En dat was Confucius, zo heet die man. Maar dat is een Latijnse naam. En je kan hem op internet opzoeken. Dan kan je precies weten hoe die daar heette in die tijd. En Confucius, die was toen 50. En hij zei, als ik nog 50 jaar te leven had, zou ik al die tijd besteden aan het bestuderen van de I Ching, het boek der veranderingen. Veranderingen, mag je ook zeggen. Maar wat innig is aan de verandering, aan het veranderen. En Confucius, die had een tijdgenoot en die heette Lao Tse. En die lachte Confucius de hele tijd uit, maar ze hebben nooit echt gevochten of zo, hoor. Echt niet, hoor. Maar ze hadden wel discussies. Lao Tse was meer van, je moet niet zo zeiken, gewoon je moet je bek houden. Dat was iets grappiger, denk ik. Maar ze hadden het allebei over hetzelfde, hoor. Je kan de werken van Confucius, die kan je gewoon opzoeken op het internet. Dat ga ik niet voor jou doen, want waarom zou ik dat doen? Ik ben al bijna 60. Hè? Ik heb wel wat beters te doen dan voor jou een beetje te lopen googelen. Dat doe je maar lekker zelf. En Confucius, dat spel je dus Christian, Otto, Nico, Frederik, Isaac. Frederik Utrecht,
dan Christiaan, Isaac, Utrecht, Simon. Confucius. Met een C dus in het midden. Ja, het doet een beetje denken aan het Engelse woord confused. Maar lees hem na. Confucius heb ik niet kunnen betrappen. Ik heb Confucius gelezen. Die heb ik niet kunnen betrappen op onchristelijke opmerkingen. Want daar gaat het natuurlijk deze uitzending over. Dus over Jezus en de samenzwering. Wie is er on Jezus? Wie is er onchristelijk? Wie is de antichrist? Het antwoord is, dat ga ik nou niet verklappen, maar het wordt nog allemaal heel erg grappig. Als ik dit allemaal weet vol te houden. Nou, Confucius, zijn werken op basis van zijn leer hebben die Chinezen. En als je dan wil weten wat een Chinees is, dan. Er zijn van die restaurants en dan vragen ze altijd na afloop. Als je dan je bestelling hebt opgehaald, dan zeggen ze sambal bij. Nou, op het moment dat je dus in een restaurant komt en die medewerkster die geeft jou die witte plastic tas en die zegt dan sambal bij. Nou, dan ben je in een Chinees restaurant. Zonder meer. Of er werkt toevallig een Chinees. Dat kan natuurlijk ook eens. Dat je in een Turks restaurant bent. Dat daar een Chinees verdwaald is. Maar de Chinezen die zeggen altijd sambal bij. Dat zeggen wij hier in Nederland niet. We zeggen altijd, wilt u sambal erbij? Maar die Chinezen zijn meer van snauw. En daar is niks mis mee. Want ik heb sambal gehad, jongen, van de Chinezen. Dat ik denk van, nou, als jullie zulke sambal maken, dan mag je van mij nog wel wat meer kezen. En dat was een grap. Want kezen betekent neuken en kinderen krijgen. Maar dat meen ik ook serieus. Als je goede sambal kan maken, dan. Man, I'm your friend. Mag je mijn dochter hebben? Nou, die Chinezen. Die hebben dus met het Confucianisme. Dus hebben ze de moralistische filosofie van Confucius overgenomen en daadwerkelijk doorgevoerd. Of de schijn ervan opgehouden. Dat is maar de vraag. Maar ze hebben het geprobeerd. En het heeft iets van 500 jaar stand gehouden. En dat kwam. Het Confucianisme is best. Ik ga nu niet over uitweiden. Maar hij heeft er echt ontzettend zijn best op gedaan. En hij heeft overal om proberen te denken. En is ook. Ook met oude vrouwen. Of een vrouw die gewoon geen man kan vinden. En dan heb je zo'n vrouw. En die heeft geen man. En wat dan? Ja, wat moet zo'n vrouw in haar eentje? En een business gaan beginnen? En concurreren tegen die lullo's die 20 centimeter groter zijn dan zij? En veel dikkere armen hebben. En die kunnen wel op het land werken tot 6 uur in de avond. Of tot 8 uur in de avond. Of 10 uur in de avond. En zo'n vrouw is om 4 uur 's middags al uitgeput. En daar had Confucius. Die had er een oog voor. En hij snapt ook wel dat niet voor iedere vrouw er een mannetje is. Dat zou een beetje al te belachelijk zijn van de Heer. De Heer, die naam gebruikte hij niet. Maar het zou al te belachelijk zijn. Dus je moet er rekening mee houden dat er gewoon vrouwen overblijven. En die mannetjes, ach, die worden maar bedelaar bij de Albert Heijn. Zou Confucius zeggen. Die mannetjes, die redden zichzelf wel. Maar die vrouwtjes, daar moet je om geven. En Lao Tse, daar kan ik niet zo gek veel van vertellen, nu. Hij was wel zijn. Hij heeft echt een heel mooi klein boekje geschreven. En hij heet het Tao Te Ching. En lees het gewoon. De Tao Te Ching, die opent. En toen had ik hem gelijk uit. En
Hij opent gewoon met al, ik parafraseer, hè. Dit is niet wat ik. Ik ben het boekje ook kwijt trouwens. Maar ja, dat was geen ander verhaal, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Hij opent met zoiets als in tijden dat rijke mensen zoals Bill Gates, denk ik dan gelijk, hè? In tijden dat rijke mensen zich beroepen, of zichzelf beroemen op het feit dat ze liefdadigheid doen. Dat zijn juiste tijden. En die zijn kut. En zo is het ook. En toen ik dat las, toen dacht ik, oké, ik heb het hele boek al uit. Ik weet nou al waar die naartoe gaat. Dus ik heb de Tao Te Ching, heb ik niet echt helemaal bestudeerd. Ik was het er zo mee eens. Dat ik denk van, oké, broeder, nu het volgende boek. Maar dan heb je dus over 2600 jaar geleden. En dan 2300 jaar geleden had je in het oosten had je Boeddha. Siddhartha de Boeddha. En dat was de wandelaar. Die wandelde van A naar B en dan van B naar A. En hij was dus in de tijd van Socrates, Plato en Aristoteles. Ongeveer, hè? Give or take. Een paar honderd jaar. Ongeveer in die tijd. En dat filosofische duo van Confucius en Lao Tse, dat zat in dezelfde tijd als Pythagoras en Heraclitus. Dit is gewoon waar. Hè? Dat kan je gewoon Wikipedia nazoeken. En reken me niet af op niet een nauwkeurig meten, zullen we zeggen. Maar ongeveer. Check het maar. Klopt ongeveer. En de ongevere waarheid, dat is toch wel zo'n beetje de waarheid. Hè? Nou, dan kreeg je dus met Boeddha een hele vreemde eend in de bijt. Want Boeddha heeft helemaal niks opgeschreven. Het werk van Boeddha, zijn daden, zijn denkwijze die zich uiten in zijn daden. Dat was het mythe van Boeddha. Dus Boeddha was als het ware als zo'n pijlinktvis, waarbij je aan de buitenkant kan zien hoe die denkt. Een openlijke denker. Die man die gewoon, ik denk, dus ik doe. Zoiets was hij. Hè? Nou, die heeft niks opgeschreven. En 300 jaar na zijn overlijden, ja, uiteindelijk gaat iedereen dood. Dat is verder geen probleem. En 300 jaar na zijn overlijden is er een goede gemeente, is een concilie geweest, een consensus gekomen. En dat was niet, ja, misschien was het betaald. Kan zijn dat daar een geldschieter achter zat. Dat is heel goed mogelijk. Ja, dat is het concilie van Nicea. En daar gaan we het nog over hebben, want Jezus is nog niet aan de beurt geweest. Hè? We hebben het tot nu toe alleen maar gehad over de I Ching. Het boek der veranderingen van de 64 stadia. We hebben het gehad over Lao Tse en Confucius. We hebben het gehad over Boeddha, de wandelaar, die nooit iets opschreef. En Jezus heeft ook nooit iets opgeschreven. By the way. Als je mij mijn Frans mag verexcuseren. Excuse me. Maar Jezus ook niet. Hè? En Jezus was net als Boeddha een wandelaar. Hè? Van A naar B en dan weer van B naar C en dan van C naar F. En dan kon hij weer even langs in A en dan dacht hij, oh, we gaan weer weg. En Boeddha net zo. Nou, die Boeddha die is dan aan zijn einde gekomen door zijn eigen rotschuld. Zeggen wij dat in het Westen. Hè? Je rotschuld. Je eigen stomme kutschuld. Dat is de mythe. En dat zal ook wel zo zijn. Ik denk niet dat Boeddha vergiftigd is of aan het kruis gehangen is of zo. Die is gewoon overleden aan zijn zoveelste bezoek.
En Boeddha was er erg pertinent op dat hij zelf niks wilde betekenen. Hij wilde niets zijn. Hij zag het leed van de mensen, van het volk. En toen zag hij ook het leed van iedereen. En toen hij in één keer zag wat voor een leed er is op deze aarde, toen dacht hij van, nou, weet je wat, ik hou mijn bek. Dat was Boeddha. Ja, rond het jaar nul dus zijn zijn werken opgeschreven. En is dan volgens de, ja, het verhaal, volgens het boek, is Jezus geboren. En dan wordt het interessant. Want wie de fuck was Jezus? En in het geval van Jezus mag ik gewoon zeggen, wie de fuck. Want met Jezus viel niet te twisten. Is het verhaal van die Samaritaanse vrouw. Gewoon, Jezus was keihard. En om het even samen te vatten. Jezus heeft gezegd, Petrus, jij bent de steen op basis waarvan ik mijn kerk bouw. Jezus was keihard. Jezus snapte heel goed dat er een samenzwering was. En Lao Tse, dat was een lapswans, een hele aardige vent ongetwijfeld. En misschien nog wel kinderen gehad, ik hoop het voor hem. En Confucius was gewoon een surneus. Die had het niet echt in de gaten, denk ik. Maar wel een hoopvol iemand en hij heeft goede dingen opgeschreven. En Boeddha, die was zich bewust van het feit dat hij als aristocratische jongeling een soort privilege had. Wat andere mensen niet hadden. Maar Boeddha snapte nog niet dat het feit dat hij het privilege had, dat dat kwam door een samenzwering. En Jezus wist dat wel. Die kon het duiden. Die kon gewoon zeggen, mensen, mensen, mensen. Luister even naar mij. Daar ben de klootzak, daar ben de klootzak en daar ben de achterklootzak. En de hoer en de belastinginner, daar ben de klootzak niet. Dat was wat Jezus zei in die dag. En in die, sorry voor mijn dits, maar in die dag. Zei hem ook, van, je kan een bankrekening hebben bij de weet ik wat voor bank. Maar uw ware bankrekening is in de hemel. Want die bankrekening hier op aarde, dat ben niks woord. Dat hem zegt. Ik zal het even herhalen op zijn Nederlands. Jezus heeft gezegd, mensen, neem geen bankrekening bij een of andere aardse instantie. Als je dat wel doet, ja, je mag alles doen natuurlijk, hè? Maar dat heeft niet zoveel zin. Het is veel beter dat je een bankrekening opent daarboven. Waar jouw creditos, waar jouw geloof veilig is. Gooi geen parelen voor de zwijnen. Wees voorzichtig met jezelf. Dat zei Jezus. En dat hij gekruisigd is, doet er geen sodemieter toe. En hoe dat precies ging, maakt helemaal niet uit. Het gaat erom wat hij gezegd heeft. En ik was erbij dat Jezus in de grot lag. Ja, dat had je een foto moeten maken. Lul. Dat doet het niet toe. Maar het is wel allemaal waar. En hij is na 3 dagen opgestaan.
En de Heilige Geest is gekomen. En nu moeten wij dat gaan beseffen. Dus onze rol als... als wat eigenlijk? Maar het is niet meer dat we Jezus gaan lopen doen. Wij zijn vertegenwoordigers, CQ, de enige vertegenwoordiger, maar dat maakt niet uit, van de Heilige Geest, van de trooster. Dat is het einde van deze uitzending. Dat is de conclusie. En de conclusie is gewoon, de Bijbel is zo gek boek nog niet. Het is echt heel zorgvuldig samengesteld. En het is ontzettend spannend wordt het allemaal. Want in die dagen, en dat is algemeen bekend, dan had je dus het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk is een voortvloeisel van een tyrannistische gedachte die zich eerder manifesteerde in Babylon en Egypte. En wie er nou precies van die twee gewonnen heeft, daar kunnen we nog heel lang over debatteren. Misschien is er helemaal, was het één grote samenzwering in die tijd al, weet ik veel. Maar die lui met hun gedachtengoed, die zijn dus mooi naar Noord-Italië verhuisd. En dat is een lekker land, jongen. Oei, 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 oei. Daar groeien de schapen tegen de klippen op. En je kan de vis vangen, jongen. Dat weet je niet weten. Maar die lui die zaten daar. En toen kreeg je in het jaar 0, dus nou niet echt in het jaar 0, jaar 33 of zo. Dat doet er helemaal geen donder toe. Maar aan het begin van onze jaartelling. Toen kreeg je een vroeg christelijke beweging. En dat was een beweging van mensen die zeiden van ja, maar wacht eens even. Wij geloven in Christus. En Christus was in die tijd de allermodernste Boeddha. En voor die tijd was Boeddha de allermodernste Confucianist, Sekulao, Taoïst. Is dat, geloof is later Taoïsme genoemd. Dus Lao Tse heeft een leer geschreven en dat is het verwoord in het Taoïsme. De leer van de weg. En Tao op zijn Chinees is weg. En in die tijd dat die Romeinen, en laten we het maar zo noemen, dat ze dus Europa behoorlijk aan het beetpakken waren en zelfs hele stukken van Noord-Afrika gewoon overgenomen hadden, kreeg je dus die beweging van Christus. De Neo-Boeddha. Nou, dat werd niet echt op prijs gesteld. En ze dachten in eerste instantie van, we gaan die mensen gewoon ongelofelijke angst aanjagen. We gaan kinderen vermoorden voor hun ogen. Dan houden ze er wel mee op, want dat waren ze gewend. Zo werkte het toch? Je moet iemand ontzettend angst aanjagen en dan doet hij altijd wat je zegt. En jij moet een goed plan hebben natuurlijk. En bij die christenen lukte dat niet echt. Je kon wel een paar christenen choppen en voor de leeuwen gooien. Maar die mensen die gingen heilig dood. Ze werden martelaren. En één christen dood en je krijgt er 10 voor terug. Nou, zo is dat. Dat zijn de heilige wetten. Of de gouden wetten, of zeg het maar. Want christenen, dat zijn... je hebt Gandhi. Die is dan heel veel later. Die stond er ook voor. Hè? Geweldloosheid. Maar wel een lijn trekken. Hè? Er is wel een bepaalde lijn. En daar mag je niet overheen. En dat is wel je moraliteit.
In die dagen van het vroege christendom werd Jezus de Christus, die werd genoemd de mens of de persoon, of de zoon of zo, maar nooit bij zijn naam. Dat was niet zo belangrijk. Dat iedereen zei, Jezus dit, Jezus dat, ben jij gek. Was gewoon het exemplaar, de voorbeeldige mens, de mens die we allemaal moeten gaan worden. Zo werd hij genoemd. En de kruisiging die werd genoemd de gebeurtenis. In de zin van dingen gebeuren. Shit happens. Niet het allerbeste verhaal. Maar hij moest dood. Dat was nu een keer zo. Dat was ook zijn astma. En wij mensen die zijn heel onzorgvuldig omgesprongen met zijn astma. Althans, de mensen in die tijd. Die hebben Jezus gewoon laten kruisigen. Ze hebben niet eens ingegrepen. Ze zaten een beetje te janken. Terwijl die aan het kruis hangt. En nu wordt het moeilijk. Want Jezus heeft dus niet alles goed gedaan. Dat is gewoon weg niet waar. Hij was een exemplarisch mens. En zonder meer een zoon van God. Omdat hij gestorven is aan het kruis. Hij was bereid zijn leven te geven. Hij was bereid zijn hart te geven. Maar hij heeft niet alles goed gedaan. Wat belangrijk is, is dat jij je hart gaat geven. Dus de volgende keer dat jij een mens ontmoet, of een paard, ga maar oefenen met een paard, of ga maar oefenen met je hond, of neem een muis als huisdier. Ja, maar betere mensen, geef die mens je hart. Doe dat. Het klinkt heel gek taalkundig. Hè? Dat weet ik wel degelijk. Ik ben niet idioot of zo. Hè? Ik weet wel degelijk wat ik zeg. Maar geef die mens je hart. Je kijkt gewoon naar die mens. Net alsof je naar een tv kijkt. Je sluit je af van die mens. En je geeft die mens je hart. Dan moet je gewoon denken dat het echt gebeurt. En wat gebeurt er vervolgens? Doe het maar. Dat is gewoon een chemisch, elektrisch experiment. In die begindagen kreeg je overal binnen het Romeinse Rijk van die groeperingen. En die fluisterden alleen maar tegen elkaar en ze spraken dan af. En dan kwamen ze bij elkaar in kelders. Going underground, going underground. Zo'n liedje van de Jam. En die gingen gewoon ondergronds en gewoon afgesloten kamers. En dan ging er iemand een praatje houden. En in die dagen had je iets van 30.000 geschriften. Dus als jij een prediker was in die tijd, dan had je een hele hoop pagina's om voor te lezen. Maar er waren ook reacties. Het was ook gewoon dat hij een brief had uit Antigonië of zo, weet ik wel waar het was. En dat was alleen maar een reactie op wat iemand eerder had gezegd. En al die verwoordingen, al die bewoordingen, gingen over ethisch gedrag. Oordeelt niet. Opdat gij niet geoordeeld worden. Het is een no-go area. Nou, die mensen die hadden helemaal geen vereniging nodig. Er was altijd wel iemand die voor een gebouwtje zorgde. Er was altijd wel iemand die voor de thee zorgde. En je kon gewoon langskomen. Alleen je moest wel weten wanneer het was. En waar. En als je dat wist, dan kon je gewoon langskomen. En dan kon je gewoon ook, weet ik veel, dan neem je
cake mee of zo. Of pepermunt. Dat was geen vereniging. Het was een losse bende. En dat zinde de, ja, die Babylonische, hoe je ze ook wil noemen, Saturnus vereerders, lalala. Degene die ons altijd een stap voor zijn geweest. Dat zinde diegene niet. Totally not. Nou, dan zijn ze begonnen dus met ons te vermoorden. En dan en plein publiek. Ze vonden het wel grappig. Van oké, jullie zijn tegen ons. Nou weet je wat, dan maken wij een leuke barbecue. Dus, ontzettend veel mensen zijn gebarbecued in die tijd. Maar dat hielp allemaal niet. Voor de leven gevoerd. Toen zijn ze de strategie veranderd. En toen dachten ze van, nou weet je wat, we gaan het christendom verenigen. Dus je had een pluriformiteit aan allerlei christenen die niks met elkaar te maken hadden. Want ze waren allemaal zelfstandig in een relatie via Jezus met God. Dus je hebt geen priester nodig, je hebt helemaal niemand nodig. Wat je nodig hebt is een beetje brood in je mond, zodat je morgen nog kan poepen. That's it. En die groep mensen, die overtuigde mensen, want dat waren neo-boeddhisten, en die hebben ze dus gepakt door dat hele geloof te gaan organiseren. Ze hebben een orgaan gemaakt van het christendom. Dat is een afdeling. En daar hebben ze ontzettend veel geld in gestopt. Echt zoveel geld, dat wil je niet weten. Er is enorm in geïnvesteerd. Er zijn ongelofelijke hoeveelheden kathedralen, basilieken en gewone kerken uit de grond gestampt. Van mensen, ja, door mensen die daar in principe geld voor kregen. Dus al die mensen waren wel blij. En binnen die groep die dus die kerken uit de grond stampte, hebben ze dus ook nog gezegd, oh, willen jullie nog meer spooky stuff doen? Spooky stuff is spookachtige dingen doen. Nou, dat wilden ze wel. En dat is de vrijmetselarij geworden. Er zijn de vrijmetselaars. Die zetten alle stenen op elkaar. Ik ben een vrijmetselaar. Ik zet alle stenen op elkaar. Dat zijn idioten. En ik wil nou niet een vrijmetselaar beledigen of zo. Want ik denk dat als je een beetje een vrijmetselaar bent, dat ik jou niet kan beledigen. Je kan je niet beledigd voelen door het feit dat ik jou een ongelofelijke slappe piemel noem. En ik wil dat ook deze gelofte op zijn vrijmetselaar, dus wel een grapje. Maar als er dus nu een vrijmetselaar luistert, hè, als wat ik zojuist heb gezegd niet waar is, dan mag je mijn buikholte opensnijden. Je mag mijn darmen, ja, kijken hoe lang ze zijn, of ze echt wel langs mijn tenen komen. Want daar ben ik ook wel naar benieuwd. Je mag mijn pik eraf zagen. Je hoeft niet eens een mes te pakken. Maar gewoon een of ander ijzerzaagje. Hè. En mijn pik eraf. Nou, en dan. En dat moet je doen terwijl ik natuurlijk naar porno zit te kijken. Dat ik echt een erectie heb. Weet je wel? Dus mijn erectiezaagje eraf. En die moet je dan opensnijden. Net als een frikandel. En dan doe je hem in de frituur. En al die tijd leef ik nog natuurlijk. Ja, en dan ga je hem voor mijn neus, ga je hem opeten, maar dan is het jou wel toegestaan. Hè? Het is heel belangrijk dat het jou is toegestaan of je mijn pik gewoon en plein gefrituurd opeet. Dat zou jou kunnen willen. Hè? Of je wilt er zout en peper op. Of je hebt een beetje smaakgevoel, net als ik. En dan zou ik zeggen, jongen, mayonaise, ketchup en mosterd. En een beetje zout erbij. Maar als je een goede mosterd hebt, dan smaakt mijn pik het beste. Maar dat is allemaal jouw keus. Ik kan alleen maar voedingsadvies geven. Maar het is jouw keus wat jij wil. Als ik net gelogen heb. Onder die voorwaarden natuurlijk. Hè?
een zware uitspraak die ik net gedaan heb. Toch. Nou, in 325 hebben ze met ontzettend veel poen een overleg georganiseerd. En het heet het Concilie van Nicea. The Council of Nicea. En daar hebben ze dus al die verschillende, noem het maar, grassroot, van onderaf neo-boeddhistische, secu-christelijke bewegingen, allemaal bij elkaar geveegd in een of ander gebouw. En ze hebben allemaal lekkere bammetjes gemaakt met wat iedereen lekker vindt. En allemaal toiletten. En een bedje natuurlijk voor iedereen, dat ze kunnen slapen. En dat werd een geweldig concilie. En dan hebben ze de Bijbel gemaakt. En die Bijbel die is opgesteld in Latijn. Dat was de consensus. Het moest in het Latijn. En wat is Latijn eigenlijk, hè? Latijn is een gefabriceerde taal. Latijn is geen organische taal. Latijn is bedoeld als een soort wiskundige taal. En toen hebben ze dus die Latijnse Bijbel door allerlei, met een heel hiërarchisch systeem, gingen ze gewoon boeren en burgerlui, zo. En die moesten dan allemaal naar het Latijn gaan luisteren, zonder dat ze daar maar een reet van begrepen. Wat hadden ze daar nou bij verzonnen? Is dat iedereen die moest, voordat je naar de Eucharistieviering ging, moest je eerst naar de priester om al je zonden op te biechten. En dat ging alleen maar over hoofdzonden. Dus alle kleine dingetjes, die deden er niet toe. Maar gewoon, wat heb je nou echt fout gedaan? De reden daarvoor was dat die priesters moesten namelijk wekelijks rapporteren aan de hoofdpriester. En die moest maandelijks rapporteren aan de superhoofdpriester. En die moest ieder kwartaal rapporteren aan de überhoofdpriester. Ik weet niet hoeveel lagen dat heeft. Misschien wel 7. Of zo. Dat is een mooie organische structuur. En ze willen natuurlijk niet allemaal van die lullige dingetjes horen. Ze willen gewoon horen wat je echt fout hebt gedaan. En dat brieven ze door. Briefden ze door, want tegenwoordig gaat niemand meer ter biecht. Dus die informatiestroom is gestopt. En dat maakt hun niet uit. Dus, hebben ze nou Facebook? Dan gaan ze via Facebook lopen luisteren. En dan horen ze ook nog helemaal niks. Maar in de tijd dat ze geen Facebook hadden, dus heb je het over de jaren, dus 325 had je dus geen Facebook. Dus geen conspiracy theory, maar je had in het jaar 325 geen Facebook. Kijk maar na op Wikipedia, dan ga je nou tegen mij zeggen, ja nee, dat is een conspiracy van, want de Wikipedia die zegt dan dat het internet pas is uitgevonden in, jouw zieke brein. Ja, natuurlijk. Maar in 325 had je dus geen Facebook. En geen internet, geen computer. Maar je had dus wel dat concilie. Je had wel die katholieke Bijbel. En daar komt hij. Want wat betekent dat woord katholiek? Ik geef jullie even 5 seconden de tijd om erover na te denken. Ik dacht zelf dat het iets te maken had met kathode. Dat kende ik uit mijn elektriciteitsleertijd. Je had een kathode en een anode. En de kathode was negatief en de anode was positief. Nou, katholiek, dat betekent algemeen.
komt uit het Grieks. En dat is vreemd, hè? Dat ze de Bijbel, die is geschreven in het Latijn. En ze noemen het dan de katholieke kerk. Katholiek is Grieks. Dat is uitermate verwarrend, hè? Maar het betekent gewoon algemeen, universeel, globaal. En Alex Jones, om er even een jump te maken, to segue out of my subject. Dat is iets wat Alex Jones dan zegt. Hè. Let us segue out of this. Maar Alex Jones, die heeft het altijd over de globalisten. En dat zijn dus die katholieken. Dat is het. En het is allemaal de schuld van Jezus. Als Jezus niet zo prominent aanwezig was geweest, had dat hele ongeluk met die katholieke kerk nooit kunnen gebeuren. Het is allemaal de schuld van Jezus. Dus wij zijn zondenvrij. Wij leven onder de erfenis van Jezus, van die lullo, die katholieke, ik kan het niet uit mijn bek krijgen gewoon, maar die dat veroorzaakt heeft. En hij kon er in principe niks aan doen. Als je dat goed begrijpt, het is niet Jezus' schuld dat wij een katholieke kerk hebben. Dat ga je hem niet in de schoenen schuiven. Dat laat je lekker uit je kop. Een goed begrip. Jezus kon er niks aan doen. Maar we zitten wel opgescheept met die hele katholieke kuthandel. En ik hoop dat mensen nu net hoorden, dat niet hoorden dat ik dat ene woord zei. Maar dat is wel heel vervelend. En beter was het geweest dat Jezus alles verborgen had gehouden. Dat het niet zo openbaar gemaakt was. Maar aan de andere kant, als hij dus een goede publisher had gehad of zo, en een strategie had gehad, ja, was het dan wel gelukt? Wij zitten er gewoon mee opgeschreven. Het is gewoon gebeurd en het heeft geen enkele zin om te huilen over verspilde melk. Shit has happened. Nou, die samenzwering, die dus gebruik maakt van Jezus, die ging vanaf het jaar 500 echt wildly loose. Dat noemen wij de middeleeuwen. En de Angelsaksische mensen noemen dat de donkere tijden. Of de donkere eeuwen. De dark ages. Want toen werd het echt smerig. Want dat was de maffia. Die was echt heer en meester in Europa. En criminaliteit die ging sky high. Iedereen werd crimineel. Want bij de confessie, bij de biecht, hoeft je alleen maar de hoofdzonden toe te geven. Hè? En de rest kon je lekker mee doorgaan. En dan een beetje betalen. En criminaliteit, dat ging sky high. En toen kwam dus dat fenomeen de boekdrukkunst. En dat werd een beetje vervelend voor die criminaliteitsbevorderaars. Wat de katholieke kerk, de katholieke kutkerk, mag je gewoon, volgens mij mag je gewoon zeggen, de katholieke kutkerk, de KKK. KKK. En die ging sky high. En dan was er in het begin van de 14e eeuw,
had je een man en die heette Jan Hus of John Hus. En nog meer hoor. Maar in het begin van de 16e eeuw had je een man en die heette Maarten Luther. En in die tijd was de boekdrukkunst op stoom. Je kon echt daadwerkelijk papiertjes. Mensen waren ook meer bereid tot werken, denk ik, in die tijd. Tegenwoordig wil iedereen achterover zitten en op een knopje drukken. En dat noemen ze dan werken. En er kwam Maarten Luther en die spijkerde 95 stellingen op een kerk in Wittenberg of Woertenberg. Dat maakt nog niet zo laat. Maar dat was een kerk. Een katholieke kutkerk. En hij wordt gezien als de aanvoerder van het protestantisme. En dat is een protestbeweging tegen de antichrist. Daar gaat het om. Ik was een beetje Limburgs, maar daar geert het om. Daar gaat het om. Er was een opstandsbeweging die zich kon manifesteren dankzij de boekdrukkunst. Knoop dit eventjes in je oren. Bedenk, ga nou eventjes achterover leunen. Neem nog een slokje van je rooibos thee, waar hopelijk een beetje honing in zit. Leun achterover en denk even na wat de impact is geweest van de boekdrukkunst. En dat in samenwerking natuurlijk met Maarten Luther. Want zonder Maarten Luther had je ook wel een boekdrukkunst kunnen hebben, maar wat had je dan allemaal om het boek drukken? Vlieren lantaria? Om het wat grappigs te zeggen. Ja? Maar dat is dus gebeurd. En Maarten Luther was een Jodenhater. En dat neem ik hem kwalijk. Ik vind dat hij dat niet had mogen schrijven. Voor de rest is alles wat hij geschreven heeft redelijk rein. En dat was in ieder geval een veroorzaker van een enorme protestbeweging. En toen kwam dus de protestbeweging. En dat kwam vooral vanuit het noorden. Tegen die Zuidelingen. Want die katholieke kutkerk, die zat dus in het zuiden, in Italië. En wij in het noorden, we doen er niet meer mee, wat een lulkoek. En wat Maarten Luther in feite had verzonnen van, oké, we maken een soort afgeslankte vorm van het katholicisme. Dus we schaffen de aflaten af, dus die inkomstenbron hebben we niet meer. En een aflaat was dat je als crimineel, mocht je best crimineel gaan doen, maar je moest van tevoren naar de priester gaan. Dat is echt gebeurd, hè. Dan moest je als crimineel eerst naar de priester gaan. En dan moest je zeggen wat je van plan was en wat dat mogelijk op zou kunnen brengen. En dan zei die priester van oké, dan wil ik 10% of 30%. Dan moet je even, net als een markthandelaar, moet je even onderhandelen met de priester hoeveel procent hij wil. En dan krijg je rugdekking van de priester. En Maarten Luther had dus verzonnen van die inkomstenbron, dat kan echt niet. Had hij daar gelijk in? Ik denk het wel. Ik denk dat Maarten Luther daar helemaal gelijk in had. Om te zeggen, dat kan echt niet. Dat is absoluut niet christelijk. Niet neo-boeddhistisch. Het is niet neo-boeddhistisch om te zeggen, als je van tevoren beweert, ik ga mijn vrouw vermoorden en dan kost het maar 5 tientjes. Want dan krijg ik een levensverzekering van 1500 euro. En de burg zelf 1000 euro. En de priester krijgt 500.
fuck you my ass of fuck ik you ass. Om het maar eventjes duidelijk te maken. Nou, aangezien de mens van nature dom is, is niet alles goed gegaan. En er zijn oplevingen geweest van het protestantisme, dat is de protestbeweging tegen die katholieke kutkerk in het in Duitsland, maar dan met name het noorden. Polen was katholiek van A tot Tokio. In Engeland heb je een protestbeweging gehad. En in Noord-Amerika een protestbeweging. En in Zuid-Afrika. Nou, die protestbewegingen zijn in kaart gebracht. En die zijn één voor één te gaas genomen. Dus de protestbeweging in Zuid-Afrika... Die heeft alleen nog maar als hoop dat er iets in de Bijbel staat waarin staat dat het toch goed komt. Ze zijn weggevlucht in de Joodse humor, zou ik maar zeggen. En ik bestrijd ze natuurlijk niet, want ze worden al genoeg bestreden. En de protestbeweging in Noord-Amerika, ja, die is op sterven na dood. Om nou maar te zwijgen over de protestbeweging in Engeland. En wij hier in Nederland, die dan allemaal, het is momenteel gangbaar om te zeggen, ik ben atheïst. Ja, dat is leuk, jongen. Je kan beter A, KKK zijn. AKKK. Als je maar AKKK bent. En dat maakt voor de rest geen donder uit, man. Heb je een lange neus, heb je een korte neus, zeg maar. Grote oren, kleine oren, zwart haar, blond haar, donkerrood haar. Schijnt ook heel mooi te zijn. Zo'n vrouw heb ik nooit kunnen scoren. Het had mogelijk geweest in mijn leven. Dus misschien moet ik nog een keertje terugkomen. Om een mooie, donkerroodharige vrouw te scoren. Eindelijk een mooie vrouw. En niet ten nadele van al die andere vrouwen die ik gehad heb, maar dat is allemaal voorbij, weet je wel. Met een mooie vrouw bedoel ik dan dat het allemaal goed afloopt. Nou, toen ze in 18, even bij het begin beginnen. Dus... In Amerika, we zijn weggevlucht voor die katholieke kutkerk, hè? De KKK. En het land waar we toen naartoe vluchten, één van die landen, dat was Noord-Amerika. En dat is een bijzonder vruchtbaar land. Eigenlijk, als je daar een beetje je best doet, kan je van alles doen. Je moet wel samenwerken. Maar daar kan je een hoop van maken van het land. En in die tijd was het zo dat we koloniën hadden. En er waren een stuk of 7 of 8, dat doet er helemaal niet toe. Maar dat was voor die tijd van die, we hebben momenteel 50 ja, nations of zo. Hoe noemen ze dat? Maar toen hadden ze maar 7 of 8. En... slechts in één daarvan was katholicisme toegestaan. En in al die anderen absoluut niet. En dat was op 2 beweeggronden, namelijk, er werd niet gewild dat jij een mis aan zou kondigen en het bloed van Jezus zou gaan drinken aan plein publiek. En aan jouw publiek dan een broodje zou geven. Want dit is het lichaam van Jezus. Het is een beetje zoiets als dat het niet in de Bijbel staat. Anders dan dat we natuurlijk wel het verhaal kennen van Kain en Abel. Kainabel. De ene mens die de andere opeet. En dat weten we allemaal wel,
Maar dat gaan we niet lopen mengen met het verhaal over Jezus. Jezus moest sterven. Dat was noodzakelijk. En dat moeten wij begrijpen. En niet zo zeiken. En niet iedere keer een eigen eucharistie. Oh, en dit is het bloed. En we gaan het bloed drinken. Maar dat doe ik in mijn eentje. En dan krijgen jullie allemaal een cookie. En dan iedereen krijgt een cookie. Hier. En dan mag je kiezen tegenwoordig. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie of zo. Dat je je cookie in je hand krijgt. En dan mag je hem zelf in je mond stoppen. Dat is waarschijnlijk ingevoerd vanwege al die misbruikte jongetjes. Die dachten van nou pap. Hè? Nou vader. Die daar voor mij staat. Nee, jij stopt mijn cookie niet in mijn bek. Want straks krijg ik weer zo'n verstikking. Als de vorige keer dat ik jouw lul in mijn bek had. En dan kon ik niet meer ademhalen. Weet je nog. Je hebt me bijna Manuel Schatwald. En Manuel Schatwald. Dat is een Duitse jongen. En die is waarschijnlijk gestikt. Tijdens een seksspelletje. Of gewoon weg vermoord. Wat maakt het uit? Sorry voor mijn uitweiding. Maar zo is dat wel. Dus we moeten allemaal eventjes gaan opschrijven nu. We moeten nu een pen en papier gaan pakken. En het is Manuel Schatwald. En dat spel je Maria, Anton, Nico, Utrecht, Eduard, Leo. En dan krijg je dus de achternaam. En dat is dan Simon, Christus, Hendrik, Anton, Dirk, Willem, Anton, Leo, Dirk. En die C, dat zei Christos, maar dat was niet echt nodig. Maar je snapt wel dat een C is. Dat is niet een S. Dan kan je die naam even oploeken. Hè? Ga je lekker nou denk je over een stomme uitzending van Perry, zeg. Ik ga eventjes op het internet kijken. Oh, het zit met Manuel Schatwald. En zo werken die eikels. En dat is dus het gevolg van Jezus. In die zin dat ze gebruik hebben gemaakt van zijn gedachtegoed. En daar hebben ze geld van willen maken. En dat is ze gelukt. Ze hebben ook de islam. Dat is een Arabische naam. En op zijn Nederlands is dat het geloof der onderwerping. Hebben ze ook gesticht. En al die mensen die zijn onderworpen aan de katholieke kutkerk. Daar komt het in het kort op neer. Nou, toen er in Engeland, waar we daarmee beginnen, had je Henry de VIII. En hij kon geen kinderen krijgen met de vrouw die hij toen had. Dus hij wilde toestemming om een andere vrouw te wipperen. En dat dat kind dan zijn erfgenaam zou zijn. Want hij kon zijn eigen vrouw niet zwanger maken. En hij wilde zijn eigendom overdragen aan zijn eerstgeborene. En dan kreeg hij daar geen toestemming voor van de katholieke kutkerk. En toen gooide hij zijn kont tegen de krib. En niet dat Henry de VIII nou de allerbeste koning van Engeland was. Over koningen kunnen we het een andere keer nog een keer hebben. Maar dat was wel een afscheidingsbeweging. En dat gaf, denk ik,
een beetje verlichting in Engeland. En toen kwam de katholieke kutkerk, die kwam terug. En die heeft daar een partijtje moordaanslagen lopen plegen. Dat wil je niet weten. Gewoon echt achter elkaar. Allemaal geheime agenten die met elkaar in contact waren. En ja, jij gaat hier naartoe en ik ga daar naartoe. En dan pakken we hem. Pakken we haar. Gingen we de koningin doen. En daarna kwam een neef of zo van haar. Koning James. En die liet een nieuwe Bijbel drukken. En die Bijbel, die is zo gek nog niet. Ik heb hem zelf niet in mijn bezit. Maar ik heb steekproeven gedaan. Dat is echt een hele christelijke Bijbel. Eigenlijk een geweldige Bijbel. En het is onze erfenis. Het is het enige wat we hebben. Het geschreven woord is het enige wat we hebben. En al die oorlogen, dat zijn oorlogen tegen het woord. Het zijn oorlogen tegen de mens. De Vietnamoorlog, dat was de katholieke kutkerk. De Oestasia, dat was de katholieke kutkerk. De moord op Abraham Lincoln, dat was de katholieke kutkerk. De KKK. Het waren zij de hele tijd. En wij maar denken dat we hard moeten werken. Terwijl Jezus heeft gezegd. Kijk naar de vogelen des velds. Die maaien niet, die zaaien niet. En toch fladder, 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 fladder. Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En you believe me, dat ik, Perry Franciscus Martinez Winkel, ik ben Jezus niet. Ik ben je guru niet, ik ben je leraar niet. Als jij naar God wil, dan ga je door Jezus. En dan heb je voor de rest nergens last van. Die Babyloniërs, die wat moet je ermee? En het is erg, onze premier Mark Rutte, die is op bezoek gegaan bij de antichrist. Degene die, het is de paus, die zegt dat hij Jezus is. Dat moet je in de statuten van de katholieke kutkerk, de algemene kerk, staat dat de paus is de vertegenwoordiger van Jezus. Daarmee de Zoon van God. Daarmee onfeilbaar. Daarmee de koning der koningen. Daarmee de heerser der heersers. En ben jij het daarmee eens? Vind jij dat ook? Of maak je je zorgen? En vraag je je soms af of je nog een keer het boek Openbaringen moet lezen, al was het alleen maar om erachter te komen wat hullie plan is. En begrijp goed,
dat Jezus gelijk heeft. Ik ben weliswaar een oude man, bijna 60. Ik zeg je dat wat Jezus zei, dat was waar. Er is dus kennelijk een soort van waarheid. En ik beweer zelfs nog dat wat Mohammed de gezegende zei, dat daar dus ook elementen van waarheid in zitten. En dat is de waarheid, dat is de consensus, dat is hetgene waar wij naartoe moeten gaan. En voor de rest hebben we alleen maar van die Babylonische, Egyptische farao's die weer een nieuwe wereldoorlog gaan verzinnen of gaan voorspellen. Eerst ga je een wereldoorlog voorspellen en dan gaan we hem beginnen. En iedereen, yeah, ik wil wereldoorlog, ja. Yeah. Wollen Sie den Totalkrieg? Du geile Junge. Dat is een mooie stilte. Ik neem niet van aan. Ik hoop dat je die stilte gehoord hebt. Maar zo hebben ze dus. Je hebt dus dat samenvattend. Je hebt de Jezusbeweging, dat is gewoon neo-boeddhisme. En boeddhisme is neo-taoïsme of neo-confucianisme. En die twee zijn samen een neo van het boek der veranderingen. En de droeve waarheid is dat jij, die nu nog naar me luistert, en ik weet niet hoeveel minuten je al aan het luisteren bent, en mag dat wel van je moeder? Maar dat jij begrijpt, jij zelf je keuzes maakt. En jij gaat zo dadelijk of morgenochtend iets doen. En wat ga je doen? Ga je je eigen glazen ingooien? Ga je in je eigen broekzak pissen? Of ga je wat doen? Werken voor de Heer. Hij treedt binnen in het Koninkrijk der Hemelen. Want daar zitten ze echt te smachten om arbeidskrachten. En stop met die bullcrap. En gewoon pragmatische dingen doen. Kijk, een tosti is een tosti. Hè? En het idee van een tosti is geen tosti. En een tosti is een tosti. En er moet wel een beetje ketchup bij. Toch? Dat mag toch wel. Je mag toch wel een beetje ketchup bij je tosti. En de mensen zeggen, ja, maar ik ben veganistisch en ik eet geen kaas en weet ik wel wat. Ja, ja, je eet maar wel even kaas. Het ligt er toch in de supermarkt. Je kan het gewoon niet kopen. Koop je geen kaas. En dan zit die supermarkteigenaar, dat is een franchiser. Heeft iedere maand zo'n afrekening. En die denkt, oh jee, oh jee, oh jee, zal ik het einde van de maand wel halen met mijn omzet? Dus die probeert allemaal met NLP, dus neurolinguistisch programmeren, probeert hij dus zijn personeel gewoon in de gang te houden en dat iedereen zoveel mogelijk gaat kopen. Ja, maar als jij die kaas niet koopt, dan wordt die kaas weggeflikkerd. Wil je dat? Of stop je gewoon het dode spul in je mond? En ben je dankbaar dat je die goedkope rotzooi hebt kunnen kopen bij de supermarkt? Het is jouw keus, snap je? En Jezus had gelijk. En de samenzwering bewijst dat. Nou, dit was het einde van de uitzending.